Beginnen we met de stad. Wij doen heel veel buiten. Als een stad als thema neemt en iets over de stad wil zeggen, moeten we het eigenlijk niet in een theaterzaal doen, maar echt op locatie. We hebben een groot project Parallel Cities. Dat was eerder in Berlijn, Zürich, Buenos Aires, Kopenhagen en Warschau. En het gaat nu op dezelfde tijd in Utrecht en Singapore door. Het wordt gemaakt door, gecurateerd door twee heel bekende makers, Stefan Kegi en Lola Arias. En zij hebben verschillende makers uit Argentinië, Engeland, Duitsland, Zwitserland uitgenodigd om producties te maken op locatie. En de locaties zijn een fabriek, een bibliotheek, winkelcentrum, in een flatgebouw en nog meerdere andere. En wat echt bijzonder is aan deze productie is dat ze niet alleen de locaties gebruiken omdat het leuke locaties zijn, maar omdat de locatie het thema is en de mensen die gebruik maken van deze locatie, dat zijn de performers. Zo de werknemers in een fabriek, de mensen die in een bibliotheek zitten, de mensen die op een station, op een bus wachten. En zij worden de hoofdrolspelers. Zo, dus wordt dat eigenlijk een soort portret van Utrecht. En bij dit groot internationaal project geven we één nieuwe productie bij van een Nederlandse maker, Lotte van den Berg. En zij doet een productie met een dakloze, een wandeling, een stadswandeling over het leven van een dakloze. En een beetje het idee is, het huis voor een dakloze is eigenlijk de straat. En als een dakloze door een ramen kijkt, kijkt hij eigenlijk naar buiten, in een huis naar buiten. Zo dat is een groot ding, een groot hoofdproductie van dit festival aan de Werf 2012. Dan komt een tweede grote productie van Willy Dorna, is een Oostenrijkse choreograaf. Daarmee openen we ook het festival. En hij heeft een choreografie gedaan buiten in de straat. Het heet Urban Drifting. De naam zegt eigenlijk al veel. Wij driften door de stad. En de eerste gedeelte is een choreografie van meubels en dansers. Het binnenleven van een huis, de meubels worden naar buiten gehaald. En dan wordt een soort ketenreactie opgebouwd door iets omgooien. Een kast, dan een danser, dan een stoel, dan weer een danser. En zo gaat het door. Wat een heel mooie choreografie over privé en publiek. En het tweede deel van Urban Drifting is een tocht door de stad naar het festivalcentrum op de Neude. En dan wordt er een dialoog tussen parkourrunners en de dansers en de architectuur van Utrecht. Zo de mensen hangen op heel rare plekken. Als we het hier in die ruimte zijn, zullen ze misschien hier acht dansers hier boven de scherm achter mij hangen in bonte kleren. En eigenlijk kijken we op een heel nieuwe manier naar de stad dan. En je ziet hoe de architectuur bepaalt hoe wij lopen, of wat wij zien, waar wij naartoe kijken, en dat het eigenlijk al helemaal anders kan. Zo dat zijn de twee grote producties voor ons thema, de stad.